Oké, okay, welkom terug bij deel 54 van de Portugal Square Mode. Vandaag gaan we beginnen met de Euro Trophy van de Formula Rookie. En ja, het is de laatste race van dit seizoen in Donington Park. En wij moeten in de top 3 eindigen in het kampioenschap om door te kunnen gaan naar het WK. Dus, volgens mij staan we iets van 5 in de stand of zo. En dus ja, we moeten eigenlijk gewoon deze twee races winnen om te hopen dat we daarmee genoeg doen om in de top 3 te komen. Dat is een beetje het verhaal. Dus, nou, zien we toch twee hele korte races zijn. Dan dacht ik van, ik doe het even een keer in een video. Want ik wil gewoon een beetje snel door dit seizoen heen komen om natuurlijk uiteindelijk door te kunnen stromen. Want we zitten nog steeds in de Formula Rookie na al die tijd. Oké, dus we skippen gewoon meteen naar de race. Want eigenlijk heb ik een kwalificatie nodig, maar daar heb ik geen zin in. Dus ja, we starten wel weer laatste. Wat wel een beetje een risico is. En jij zegt wel, hé, we starten eens laatste. We hebben iemand nog achter ons. Oké. Okay. Eén laatste race van dit seizoen. Hopelijk kunnen we hem winnen. Oké, okay, meteen was P10 als we bocht aan je gaan. Ik krijg er wel een tikje van achter. Ik krijg nog een tikje van achter. Hij gaat ook een klein beetje wijd. We worden nog een keer geraakt, maar we zijn wel door de startfase heen op P12. En ik verloor daar compleet de achterkant, word ik nog gebeukt ook. En dat is poging 1. Out of the window. Dus gaan we even voor een restart, zoals we wel vaker doen. Om het even nog een keer te proberen. Moet wel zeggen, de force whip staat wel redelijk hoog voor deze baan, want Donington is behoorlijk hobbelig. Oké. Ja, stop maar gewoon voor me. En uiteindelijk, hoe vaak wil je geduwd worden? Ongelooflijk dit. En dan leg je weer laatste op P16 zonder eigenlijk een kans om echt verder te komen. En aangezien het kampioenswoordspel staat, moeten we het misschien maar eventjes nog een keer gaan proberen. Oh, ik heb trouwens 33 liter aan fuel. Kijk, dat is het probleem. Ik had niet mijn fuel gecheckt. Kijk, dat is mijn excuus. Hier, we hebben 43 rondes aan brandstof bij ons, dat hebben we niet echt nodig. 2 liter is helemaal prima. Deze Formule Rookies die verbruiken is er heel veel. Oké, ik ga wel even meteen naar rechts vanaf de start, want daar zit ik wat meer ruimte. We gaan eigenlijk ook naar rechts. Dan moeten we maar door het midden heen, maar dan kunnen we hier wel naar de binnenkant. Oké, okay, meteen was in de top 10. Dan niet nu hier de achterkant verliezen. Want het remmen in deze auto zat erg moeilijk. Oké, okay, daar gaan er een paar wijd. Maar P7. Hier was helaas geen ruimte. P6 nu. Oh, er zat nog iemand aan de binnenkant. Sorry, dat zag ik niet. Oh, er zat ook iemand. Ja, ik word weer geraakt daar. Helemaal de achterkant kwijt. Maar gelukkig hebben we nog in de rechte lijn. Oké, okay, hier zit niemand meer. Dus kunnen we nu gewoon onze eigen lijn rijden en worden we hopelijk niet gedivebombed. In ieder geval is het nu P6. Oké, hier een goede exit pakken. Beetje slipstream hier. En er langs. Op P5, als we de chicane ingaan, dankjewel. Ja, suspension damage. Oké, nu is er wel ruimte aan de binnenkant meteen. Oké,
Oké, sorry, dat was niet netjes. Ik duw er even het gras op, maar... Goed, we liggen achter. Er is misschien nog wel een kans om naar dat groepje voor te komen. Alleen, ik moet er wel voor pushen en je ziet wat er gebeurt als je probeert te pushen in deze auto's. Ze zijn heel erg on-edge dan, omdat de achterkant gewoon echt heel weinig grip heeft. Reed me daar klem. Ja, fuck. Het voordeel van dit in een video doen is wel dat ik een klein beetje erin kan knippen. Waardoor ik jullie een klein beetje tijd kan besparen. Oh, dat was een goede start. Het was een kleine jumpstart, maar het werd niet opgevangen als drive-thru. Dus de game heeft hem niet geregistreerd. Oh, volgens mij vloog er iemand over me heen, joh. Het is echt een enorme crash erachter en ik laat me weer ook afleiden. Oké, we zijn er net langs te gaan. Ik wil echt geen risico nemen, maar het probleem is als je te voorzichtig doet, word je weer van achter geraakt. Oké, dit was wel goed. Ja, P5 meteen. Oké, nu probeer ik hem gewoon alles in controle te houden. Ik moest heel veel van mijn gas om hem niet te raken. Ja, kom op, rem nog eerder. Oké, wederom kom ik ermee weg. Oké, buitenom hier wat in tijd naar de binnenkant voor P6. Ja, we zijn er langs. Ik hoop dat hij er niet meer zit, maar ik denk het wel. Oké, we zijn er langs nu. Hij rijdt een beetje het gras op. Hier is waarschijnlijk geen ruimte. Oké, in de top 5 nu. Zit er nog wel? Kunnen wij het hier buiten hem houden? Gelukkig gaf hij net genoeg ruimte daar. Ik weet niet of hij er nog steeds zit. Ik laat me voor de zekerheid ruimte. Hij zit er inderdaad nog steeds. Maar goed dat ik daar ruimte liet. Oké. Armen voor de chicane. Ik denk dat hij er nog zit of niet. Nee, niet meer. Oké, wat een goede exit daar. Oké, tweede ronde nu. Ja, voorbij een P4 kunnen we ook misschien P3 eruit remmen hier. In bocht 1. Nee, ik kan niet later nog remmen. Oké. Hier dan een klein beetje overspeed naar de buitenkant. Want nu naar de binnenkant. Hopelijk zit hij er niet meer. Hij zit er nog wel. Daardoor kan ik niet helemaal op de apex zitten hier. Maar we hebben een goede run buiten hem hier bij P2. Oké, we hebben hier een goede positie in handen, maar we kunnen hem nog winnen. Steve Nash staat voor ons, John Briggs achter ons. Ik weet niet meer helemaal hoe het zit in het kampioenschap. Maar dat zullen we zo meteen zien na deze race natuurlijk. We hebben zo meteen nog één race om het goed te maken als we zo meteen niet in de top 3 staan. Ik durf echt bijna niet te remmen met stuur, maar ik gewoon zo bang ben om de achterkant kwijt te raken. Oké, goede exit hier. We kunnen hier iets doen richting de laatste chicane, maar ik kan er niet zo heel erg laten remmen. We gaan er nu wel langs, voor P1. Maar nu dan de chicane in. Hij zit er nog steeds aan de buitenkant. En houdt het. Kunnen wij dan nu de exit pakken? Nee. Ik was te voorzichtig daar. Het wordt P2. Ah, ik had er meer moeten riskeren. Ik had echt meer moeten riskeren daar. Maar goed, P2 is wel nog 20 punten. Oké. I'll take it. Ja, 28 punten nu. Of tenminste, dat krijgen we natuurlijk nu erbij. Maar hoe zit het eruit in het kampioenschap? Ja, we staan weer derde. Oh, op 63. Oké, dan moeten we zo meteen dus. Voor Thomas Treminski en Wolten Skraboet blijven. Dat zijn de twee die de grootste bedreiging zijn. Oké, dus die twee namen moeten we in gedachten houden. Treminski en Skraboet. Oké. Kom op, laatste race. Als we nu buiten de top 3 vallen, dan moeten wij weer dat hele traject opnieuw doorlopen. En daar heb ik geen zin in.
En het gaat regenen. Oké, kom op. We moeten deze gewoon winnen, dan hebben we het sowieso binnen. Ik heb trouwens gevoeld dat als je met de koppeling zeg maar start, dat je dan beter het gas zeg maar pas erbij kan doen als je de koppeling loslaat. Wat op zich wel realistisch is natuurlijk. Eerst deed ik het gewoon altijd met vol gas. Ik deed het net ook per ongeluk. Maar ik deed het net in die eerste race wel op die manier zoals je het ook in een echte auto zeg maar zou doen. Om een beetje de koppeling op te laten komen. Oké, meteen op naar P7. Dit is goed. We waren ook vorig seizoen in Alton Park ook sterk in de regen. Daar gaat iemand een beetje wijd, maar ik kan er niet van profiteren. In plaats daarvan raak ik hem en spin ik. Ik ga nu even proberen met die koppeling zoals ik het net bij race 1 deed. Het leek wel goed te werken. Ja, volgens mij werkt het echt beter. Alleen dan moet er niet iemand opeens de rechts sturen terwijl hij eraan komt. Oké. Ik kon er net ontwijken. Ja, buitenom. Meteen naar P2. Wat een start. Nee. Fuck. Dat is echt heel erg... heel erg typerend. Oh, dan zit je in dat gras waar je gewoon ook niet van afkomt. En dan kom je weer terug de baan op en dan word je opnieuw gebeukt. Ik kan echt niet wachten. Zodat wij deze klasse zijn. Moeten we nog een heel wereldkampioenschap winnen na van 6 races. Oh my god, echt rij nog langzamer. Oké, we zijn er doorheen. We zijn door de eerste startfase heen. Dat is alvast het moeilijkste deel dat we nu gehad hebben. Maar ja, dan nu de rest nog. Ik moest ook echt weer helemaal van mijn gas gaan. Oké, we zitten er nu voor P4. Nou, we zijn echt duidelijk veel sneller in de regen. De AI is gewoon echt heel langzaam. Maar ik denk dat het zo meteen... dit is echt niet normaal langzaam te gaan. Ik denk dat het straks misschien droog wordt, dus we moeten er wel echt bij zitten. Maar dat zitten we nu gelukkig. Oh, hij gaat weer terug aan de binnenkant. Ja, ik remde eigenlijk iets te vroeg daar. Oké, P3 nu. Laatste ronde hier in het EK van de Rookie. We moeten deze winnen om onze plek in de top 3 veilig te stellen. Maar volgens mij, we hebben het al veilig. Want deze twee hier, dat zijn niet de twee die 4e en 5e staan en ons van P3 af kunnen halen. Dus ik denk dat als we hier finishen, dan zijn we al safe. Baan wordt inderdaad droog, nu de regen is gestopt. Kunnen we hier binnen doorgaan. Er ligt aan de leiding, maar zitten er nog... Ik wil nu echt geen risico's nemen. Hij zit heel erg aan de binnenkant hier. Ja, hij komt weer buitenom de langs. Oké, terug op P2. Maar dit is safe. Niet voor het kampioenschap, maar voor die top 3 die we nodig hebben. Het kampioenschap maakt me niet uit. Ja, je ziet nu dat de baan opeens droog is geworden. Is de AI opeens veel sneller ook. Daar zit weer iemand aan de binnenkant. Ik moest even de ruimte laten. En nu alweer terug op P3. Oké, dan hier nu een goede extra pakken. We kunnen dit nog winnen. Als we onze kaart goed inzetten hier in de slipstream nu. We moeten ook een beetje risico nemen in de chicane. We hebben het overstuurd. We moeten nu laat remmen en ook weer een goede extra pakken. Oké, deel 1 hopelijk zit het niet meer hier links. Hij zit er niet meer. Oké, goed. Nu dan slipstreamen in de run naar de lijn. Ja, we hebben het overstuurd. We gaan hem winnen. We gaan hem winnen hier. De laatste race in het EK voor mijn rookie. En we hebben hem binnen. En daarmee... hebben we ook onze promotie binnen naar het WK. Oké, 31 punten erbij. En daarmee staan wij tweede in de stand. Dus net zoals in het Brits kampioenschap hiervoor.
hebben wel net aan de titel gemist. Maar in het grotere plaatje zijn we gelukkig wel door. Dus dat is het allerbelangrijkste. Alright, dat is het dan voor deel 54 van de Career Mode. Volgende keer gaan we dus beginnen met het weken van de rookie met de eerste race in Sonoma, dacht ik. En dan is de laatste race in Ulton Park. Er zit nog eentje tussen. Alleen ik kan me even niet meer herinneren van vorig seizoen. Oké. Op de kalender staat voor de volgende keer. Stuur ik deze twee Escort Classic Trophy, maar die ga ik skippen. Want ik wil door naar de Formula Rookie, dus deze ga ik ook skippen. En dan hebben we de volgende keer het Formula Rookie Wereldkampioenschap, waar de eerste race is inderdaad in Sakito, die was ik even vergeten. Dus Sakito, Sonoma en Ulton Park, dat de drie rondes zijn hier. En natuurlijk twee races per locatie, dus zes races in totaal. En als we hier kampioenen kunnen worden, kunnen we hopelijk door naar de Formula Golf 1000. Anyway, thanks voor het kijken en ik zie jullie wel weer in de volgende video.